ben Jessica de Wit, ik ben 20 jaar oud, ik woon in Groningen. En mijn TikTok-account heet Wellsland. Daar heb ik 37.000 volgers op. En ja, dat is best wel veel in een korte tijd. Ik maak TikToks over mijn ponies. Ik heb 3 ponies, 2 Shetlands en een Welspony. Ik wil laten zien aan mensen wat je eigenlijk allemaal met kleine ponies kan doen. En ja, ik wil ook dan heel graag shows geven en dan aan iedereen laten zien wat kleine ponies allemaal kunnen. En dat het geen alleen maar grasmaaiers zijn. Eigenlijk heel leuk om gewoon te zien wat andere mensen ook doen en daar ook een beetje mijn inspiratie weghalen en ja, gewoon lekker scrollen en ook grappige filmpjes kijken. Ik merk vooral dat ze regelmatig even op de telefoon zit om alles weer te controleren of als we in de auto zitten een filmpje te uploaden. Toen ze ermee begon, toen kende ik de app helemaal niet en nu 37.000, dat is echt bizar in een halfjaartje tijd. Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Voor mij zijn mijn voorbeelden Jesse Drent en Eva Roemaat. Want ik vind het gewoon echt heel leuk en mooi wat ze allemaal met hun paarden hebben bereikt. En ja, zo wil ik later eigenlijk ook worden. My God. Audi. I'm your girl so fine, but her breath is like woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. TikTok is een social media app. Met TikTok kun je meedoen aan bijvoorbeeld challenges. Er is de hand challenge, bijvoorbeeld de hand gesture challenge. Daarmee doe je net als anderen op een muziekje een bepaalde challenge na. Vooral 9 tot 13-jarigen vinden TikTok heel erg leuk. In totaal zijn er wel meer dan 1 miljoen gebruikers al in Nederland. Wie vooral populair zijn op TikTok, dat zijn de influencers. Dus mensen met heel veel volgers. Dat zijn niet zozeer bedrijven, dat zijn echt mensen. En in Nederland hebben we ook een aantal grote TikTokkers. Zo hebben we bijvoorbeeld Emma Keuven, die 500.000 volgers heeft en al een beetje geld verdient ermee. En als jouw kind nou ook TikTok gebruikt, dan is het slim om mee te kijken. TikTok is in handen van een Chinees bedrijf. Dat is op zich niks om zorgen over te maken, want Instagram en Facebook zijn in handen van een Amerikaans bedrijf. Je moet gewoon meekijken als ouder. Dus hoe veilig is TikTok? Dan zeg ik altijd, kijk mee met je kinderen. Wat je kunt doen, en wat aan te raden is, is om een slotje op het account te zetten van de kinderen. Dus dat ze in de gaten houden wie hun mag volgen.